run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Yo, peeps, what up? Mooi, we staan hier bij EA, EA is hier naast ons. In Nederland en we gaan niet speed spelen. Niet speed. Die is nog lang uit. Daniel was niet heel erg positief. Dat was ook wel terecht. Maar we gaan nu de PC-versie spelen. En als we één ding over niet speed kunnen zeggen, is dat het een van de mooiste games is op de huidige generatie consoles. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel mooier die nog is op PC. We gaan naar binnen. Ik heb van de week een nieuw PC gekocht. Dacht, het is nodig. Kan ik weer games spelen. En dit is hem. Glasplaatje. Water gekoeld, Bar-le-Duc gekoeld. Dat is echt aardig beestje, instapmodelletje. En dat past niet in een PlayStation, kan ik je vertellen. Oké, heel soms komt het voor dat ik eerder ben op GenisQ dan Peter. En dat wil zeggen dat ik de, zeg maar, super vette gelegenheid krijg om alle pakketjes te ontvangen. En alle brieven van, oh my god, we proberen het pakketje bij jullie te bezorgen, maar je was niet thuis, Gamersnet, dus we hebben het bij de buren afgeleverd. Maar ik vond deze wel echt super vet, die ik dus net heb opgehaald bij de buren. Het is een soort verfblik van Unravel. Dat vond ik al super vet. Dus ik denk, yeah, rode verf. Maar nee, niets is minder waar. Ik zal hem even openmaken. Wat er dus in zit, is... Ik moet wel even... Volgens mij er zit er... Oké, wacht. Er zit een... Ik zie hier dat er een code in zit voor de game. Dus die krijgen we niet te zien. Maar voor de rest, dus wat erin zit, is gewoon bol. Want Unravel gaat natuurlijk over Yarny. Een super schattig wollen beestje. Een beetje indie-achtige titel van Electronic Arts. En in dat blik zit dus eigenlijk alles om Yarny zelf te maken. Dus zo'n mooi touwtje, knipdraad dingetje. Witte wol, staaldraad, zodat je hem een beetje body kan geven, denk ik. Zijn skelet maken. En wat natuurlijk niet kan ontbreken is de iconische rode wol van de game. En daar zit dus een complete tutorial bij. En een link naar... Wat zit er nog een brief in? Yes. Ja, helemaal hoe je hem moet maken dus ook. Dus ik weet niet of iemand dit van ons gaat doen, maar het zou natuurlijk wel een keer... Oh, dat is een leuke creative stream, zit ik nou te denken. Zullen we dit een keer op Twitch creative streamen? Dat we gewoon gaan proberen Yarny te maken. Ik heb... Er is even geen... Nee, oh, er is geen voorbeeld van hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Maar ja, check the game. Yarny, super schattig hoofdpersoon. En we kunnen hem nu zelf maken met dit do-it-zelf pakket van EA. Ik ben eigenlijk best wel... ik vind het een leuke actie, serieus. Ik ga het misschien creative streamen. Als jullie zin hebben, laat het even weten. Een rebel, man. En misschien claim ik die code dan ook maar meteen. Jongens, welkom in Engeland. Even een huishoudelijke mededeling. Het is nu maandag voor jullie als je dit ziet. En wij mogen niet praten over inhoudelijke aankondigingen van dit event tot woensdag. Maar we mogen wel zeggen dat we hier zijn. We zijn hier voor RuneScape. En RuneScape bestaat 15 jaar en daarvoor hebben ze deze ruimte echt fucking vet aangekleed. Het is echt een Vissa weekend of een Vissa dagen zijn het. Want we gaan vanavond ook echt lekker drinken en zo. En we gaan nieuwe aankondigingen krijgen. Kortom, één grote awesomeheid hier. En we vieren dat RuneScape 15 is. Yay! Gefeliciteerd namens de hele redactie. Hartelijk gefeliciteerd. Heel fijn voor de verjaardag. Hartstikke goed. Toi. Hoi. Jongens, het is echt heel vet. Kijk daarachter. Daar is stack 2 hoor. Daar is een hele grote 3D printer. En dan ga ik straks in. En dan gaan ze mijn 3D scannen. En dan kom ik in de game. Wat heerlijk. En dan kom ik in de game, in RuneScape, dit hoofd. En ze gaan hem ook nog eens uitprinten. En dan krijg ik hem thuis gestuurd. Nou, is dat leuk of niet? Hartstikke leuk. En je kunt hem niet winnen. Maar hij is voor mij. Echt niet? Nee. Het is heel vervelend. Dat zijn de PR-mensen van JGAG. Ze hebben er 3. Dat zijn ze. Een 3 in Nederland, hè? Is de hele tijd vervelend. Maar goed. Jongens, hierin gaat het dus gebeuren. Kijk, dit is dus de hele grote soort van rondo met aan alle kanten camera's. Kijk, daaronder een camera, daarboven een camera. Er wordt dus een scan gemaakt van mijn hele lijf. Of van alleen mijn gezicht, weet ik eigenlijk niet. En dat wordt super vet. Dus ik moet nu echt daar naartoe kijken, naar dit smiley feestje. Dat is zeg maar waar ik heen moet kijken. En dan gaan die alle flits aan. En dan heb ik een scan voor in een game. Vet.
En dan gaan ze mijn lichaam, of mijn lichaam, mijn lichaam gaan ze niet gebruiken hoor, dat is zoveel 3D inkt hebben ze niet, is te duur. Maar gaan ze mijn hoofd, gaan ze op dit poppetje plakken. Dus dat wordt dan episch, denk ik. Ja, je kan erop wachten, maar het duurt waarschijnlijk weken voordat ik het heb. Dus. Hey Peter, leg eens even uit. Je bent hier voor JGAX in Londen, voor RuneScape. Maar RuneScape, is dat niet de game die ik vroeger superveel speelde? Nou, kan je wat vertellen over RuneScape? Inderdaad, 240 miljoen mensen zijn ooit geregistreerd voor die game. En nog steeds heeft de game 2 miljoen spelers. Dat is natuurlijk een fractie van wat het ooit was. Maar nog steeds is het best wel een dikke fanbase. Groter dan bijvoorbeeld EVE Online. En groter dan Star Wars The Old Republic. En groter dan The Elder Scrolls Online. Maar nog bijzonderder, het schijnt dat 3/4 van de mensen die lid is, geld uitgeeft aan die free-to-play game. Dat is dus waarom ze centjes hebben. En dat is dus waarom ik in dit fucking awesome hotel ben. Het is echt onwijs hipster, dat sowieso. Kijk, allemaal rood. En de hele hotelkamer is te bedienen met een iPad. Die aan het opladen is. Dus die doen het en... Oh, kijk dan. Of, dit is enorm porno ook. Dit is gewoon de douche en het toilet. Kijk dan. Wow. Heel blauw, heel erg porn. Dus dat is de hotelkamer. En dan hebben we vanavond een feestje. En daar heb ik heel veel zin in. Oké, waarom staat er Kleenex naast mijn bed? Dat is waarschijnlijk omdat... Op de iPad staan ook films, gratis films. En ik heb het vermoeden dat er free porn is. Wow, free porn! Ja jongens, sorry dat ik nog even over de kamer begin, maar hij is echt fucking magisch. Kijk, hier zit dus een iPad. Nu op die iPad kan ik dus alles in deze kamer bedienen. Dus ik was naar de blindsel omhoog aan het doen, dus ik kan het gordijn... Die kan ik gewoon omlaag doen. Kijk, dan gaat het gordijn, maar ik kan ook daarnaast nog de blinds omlaag doen. Zeg maar, als je het echt privé wil maken, dan heb je ook nog blinds. En druk ik gewoon op de knop. En denk je van, god, doet die blinds er nou wel? Ik wil wel vanavond gewoon een beetje... Ja, ze komen nu ook, zie je dat? Er komt nog een tweede laag overheen nu. Je ziet het in de blinds. En wat ook kan, is je kan de lichten aanpassen. Dus ik kan op lichten drukken. En dan denk ik, goh, ik doe de lichten even uit. En dan zijn er ook nog lichten in de douche. En die zijn echt helemaal vet. Want nu doe ik mood lights. Mood. I'm in the mood. Kijk, dit is de mood light. Maar die kan ik dus gewoon op Gamers in Blauw zetten. Hoe vet is dat? Ik wil dat thuis ook. Of movies net rood. Ah, god hebben ze ziel. Of cheat nou geel. Of niks groen. Of gewoon Gamers in Blauw, wat gewoon het vetst is. Of ik kan hem ook gewoon op, hoe heet het, play drukken. Dan gaat hij gewoon continu veranderen automatisch. Wat hij dus niet doet. Dit is party mood. Dit staat echt serieus mood. Mood. Relaxed. Nou jongens, we zijn weer terug bij de venue. Ik weet niet of we naar binnen mogen. Mogen we naar binnen? Ik heb geen idee. Het wel? Heb je al een pouch? Ik heb een press. Heb je al een pouch? Nee, ik heb geen pouch. Je moet even een pouch hebben. Oh, ik ga een pouch halen, whatever the fuck that is. Hi there, I would like a pouch. Thank you. Dit is een pouch dus. En daar zitten muntjes in. En ik ga even passeren. Sorry man, mag ik even passeren? Want je ziet hier is het heel bijzonder. Want hier is de rook. En hier hebben ze het helemaal magisch gemaakt. En hier hebben ze champagne, dat is helemaal lekker. Merci bien, cheers. En kijk hoe vet dit is, kijk dan. Dit is echt awesome, let op. Live, hè, live. Ja, dit is heel vet, want we hebben vanavond een première van de film 15 Years of Adventure over 15 Years of Adventure over RuneScape 15 jaar. Hebben ze een film van gemaakt. En dat is de première is nu, ja, waar we vanmiddag al de venue hadden. Maar kijk hoe vet dit is. En die film gaan we zo bekijken. Dat is echt als een première opgezet. Echt heel vet. Ik zit met een groot dilemma, jongens. Namelijk, je krijgt bij de ingang allemaal muntjes. Muntjes met een, in een zakje waar ook RuneScape op staat, 15 jaar. En die muntjes zien er super vet uit. Moet je zien. Muntjes, die zijn echt van RuneScape. Dat zijn maar gewoon echt gewoon branded. Kijk, mooi hè? Kun je ze zien of niet? Ja, je ziet ze. Ja, dat is goed. Let op, dit is het probleem.
Het volgende. Deze muntjes aan zich, die worden heel veel waard. Want die zijn van RuneScape. Maar één muntje is één biertje. En je krijgt maar 5 muntjes. Dus of alcoholvrij zijn, 10 jaar wachten en ze verkopen eBay. Of gewoon een lekker biertje drinken. Kom. Nou is er dus een oplossing tegen het hele muntjesprobleem. En dat is dat er allemaal NPC's rondlopen. Waar je dan iets mee moet doen. En dan kun je een muntje krijgen. Nou vind ik het sowieso de kans op chantage van die mensen heel groot. Op toiletten zo. Maar nu moet ik dus op zoek naar mensen en dan een dansje mee doen ofzo. En dan krijg ik een muntje. I don't know. Jongens, ik moet dus met mensen interactie hebben om muntjes te krijgen. I need to get coins from you, because we have interaction. Yes, we do. And you're even in my vlog. Oh, thank you very much. Yeah, you're welcome. Nice to meet you, by the way. Hi. This is awkward. This is awkward. I'm Peter. Nice to meet you. I'm Rail. Sorry? Rail. Rail. Hi. Okay, cool. I'm from Holland. Hello. Where are you from? Down the road, actually. Down the road? Yeah. Very nice and easy. Okay. We gaan nu naar de film. Gaan nu de film bekijken. Go ahead, man. Now get yourself a good seat. Have yes. A good night. But I need my coins now. I will give them to you when you come out. Oh, when I come out of the film. Okay. That's the one? Ik weet niet. Okay, cool. Awesome. Nou, staan we hier gewoon gezellig te chillen. Er komt er niet op, een rode wodka Red Bull. En dan gaat opeens al een licht aan. Het is natuurlijk Engeland. Dus het is 11:30, het is gewoon klaar. Nou, 11 uur. Bar dicht. Toen krijg je de kans niet om even vanavond lekker te pimpelen. Goedemorgen. Het is Tim met 19:30. En ik heb geslapen op geen HQ. Want om 9 uur moet ons schatje alweer in hometown Rotterdam staan. Dus ik dacht, ik kan wel Rotterdam slapen, maar ja, moet ik zo vroeg heen en weer? Heb ik geen zin in. Dus ik ga eerst Daniel ophalen en dan gaan we naar Tsunacon. Dat is morgen pas overigens, maar we moeten vandaag opbouwen. Dus dat gaan we dan maar doen. Ja jongens, we hebben wel excuses aan te bieden vanwege het vervallen van Gamerset Radio, maar wij handelen het ook soms niet zo goed, wat er allemaal nu met Gamerset aan de hand is. Echt hè? Gamerset groeit. Op alle fronten, maar ook qua bedrijf. Want zondag hebben wij, morgen is dat, hebben wij gewoon twee teams. Ja. Twee teams aan het werk. Twee teams. Op zondag. Dat is echt. Ja, we hebben Daniel en Koen die gaan hier op Tsunacon. Dat is een Japanse beurs in Rotterdam, in de Erasmus Universiteit. Ja. Gaan ze bij de Tuk-Tuk staan. Ja. Ah, die hebben we helemaal uitgeklapt met Street Fighter 5. Kijk dan hoe vet. Aan de ene kant met controllers, maar als we naar de andere kant lopen. Oh, wat? Gewoon arcade sticks, super vet. Dus ja, als je hier bent. Dit is maandag. Ja, dit is maandag natuurlijk. Als je hier gisteren was. Als je hier inderdaad was, heel tof. Ja, en we hebben een nieuw feature op de Tuk-Tuk, want de lampen kunnen nu altijd aan. Dat kostte altijd accu van de batterij, maar dat is nu aan het netstroom geswitcht. Dus die kunnen heel erg aan. En Tom en ik hebben op dezelfde dag, ook zondag, opnames met DDG. Met een Super Mario Maker Challenge. Dus ja, we hebben morgen echt gewoon twee teams. Ik ben echt onwijs trots. Vandaag zaterdag en we hebben dus ook al twee dingen gedaan. We hebben en voorbereid op TDG. En we hebben de Tuk-Tuk helemaal neergezet. En helemaal klaargestoomd. Voor, dus, ja, druk, maar wel heel vet. En het overvalt ons een beetje. Misschien moeten er mensen bij. Ik weet het nog niet. Het is net te vroeg voor qua monies, maar het is misschien wel nodig. We gaan het wel zien. Niet met motortje in rijden, hoor. Maar wel als wij duwen. Wat is een schakelbrommer? Dat kun je niet. Dag, lieve mensen. Dag. Ga maar zwaaien. Daan, ga maar zwaaien. Dag, lieve mensen. Dag. Veel te krap? Zijn moeder gestoken. Zijn moeder ook. Jazeker. Zei ze.